De Federatie voor Afrikaanse Rennemang heeft gisteren in samenwerking met het consulaat van Haiti een bloemenhulde gehouden bij het monument van Kwaku. Ze deden dit ter herdenking van de succesvolle strijd die 228 jaar geleden onder aanvoering van Dominique Toussaint, L'Ouverture en Dottie Boekman is gevoerd tegen het machtige Franse leger. Het Franse leger stond onder leiding van bekende Napoleon. Deze strijd heeft geleid tot de afschaffing van de transatlantische slavenhandel in Haiti. Volgens Ewan Wijngaarden, voorzitter van de federatie, heeft dit land een grote rol gespeeld in de geschiedenis van Suriname. De voorzitter zegt verder dat Haiti geen gemakkelijke rol heeft gehad. De Manchari kon in een jongere tapu 12 tot 15 miljoen Libisch wakon in een jongere tapu. Hier in Katibo is sommen kondre. En wan konden no mo in een jongere tapu dat naar Haiti die bij Abi akrakti en no gewoon krakti, want we kosten lees de sani voor uno, maar akrakti die ne kisi en ons abit man koni van strategische krakti dat to zijn levertuur bij Abi dat dan af ereman voor afeti, maar bij Abi Boekman bij ons spirituele leider. En als spirituele leider strekken in Sma vanaf een, die naar voor augustus, begin augustus, komt aan kebab voor augustus. En lang heel die spirituele sweri die meekie, die ben ziekans voor Winafeti en Haiti. Volgens de consul-generaal van Haiti in Suriname, Mistral Jean-Charles, is 23 augustus een heel belangrijke dag voor Haiti en Haitianen in de rest van de wereld. Hij zegt verder dat het consulaat op verschillende manieren ervoor zorgt dat deze dag niet door de landgenoten wordt vergeten. The paradigm shift destabilized all settlements in the region and eventually led to chain uprising until the total abolition of slavery a century and a half later. This day of celebration was set by UNESCO, which did not want such a milestone in the world history to be forgotten. Today, we still have to fight for the freedom through your action and your community and associative meetings and churches. Fight for the progress of your country. Fight for the future of your children. Fight to be respected. And fight to always like the touch of freedom that your ancestors have left you as an heritage. Mr. Jean-Charles, de consul-generaal van Haiti in Suriname. Gisteren tijdens de bloemenhulde ter herdenking van 228 jaar strijdvoering tegen het Franse leger ter beëindiging van de transatlantische slavenhandel. De bloemenhulde is gehouden bij het monument van Kwaku.